De winnaar van de Nationale Kinderprijs 2023 is... Hoe ga ik dit nou uitleggen? De jury wilde iemand kiezen die zich inzet voor vrede, vrijheid en de democratische samenleving. Dat doen jullie eigenlijk allemaal. Op je eigen manier. Voor de jury zijn er twee genomineerden die eruit springen. Dat zijn Lars en Merzat. Nou, kom maar even bij, Lars en Merzat. Als je het goed vindt, dan voeren we de spanning een beetje op. Ik voel hem. We voelen hem allemaal, toch? Merzat zet zich op veel plekken in voor vrede en vrijheid. Dat horen we ook vandaag weer. Ik ben natuurlijk stiekem ook wel een beetje trots dat je uit Utrecht komt. Lars blinkt uit door zijn inzet voor de kinderrechten en daarmee de democratische samenleving. De jury prijst ook jullie samenwerking, maar moet natuurlijk toch een keuze maken. Daarom heeft de jury gekozen dat de winnaar van de Kinderprijs 2023... De winnaars van de Kinderprijs 2023 zijn Lars en Merzat.